Misschien hebben jullie het al bij langs zien komen, misschien ook niet. Maar in ieder geval, afgelopen week had Brawl Star echt de lijpste samenwerking ooit. Misschien kennen jullie Mr. Beast, misschien ook niet. Maar in ieder geval, wat mij betreft is hij de allergrootste content creator op YouTube. Qua abonnees is hij niet de grootste, maar qua views is echt insane. En Brawl Stars had Squid Game van, zeg maar, Mr. Beast gesponsord. Dat kostte 3,5 miljoen euro, dat zei, of dollar, zo moet ik het zeggen. Dat zei Mr. Beast zelf in zijn eigen video. En Brawl Stars had dat dus gesponsord. Dat was echt insane. Maar jij en ik hebben daar ook allemaal baat bij. Want we hebben allemaal een cadeautje gekregen van Mr. Beast in Brawl Stars. Want in totaal had je met Squid Game 456 deelnemers. En elke speler in Brawl Stars krijgt 456 coins. Dus dat is wel echt heel erg nice. Dus ja, iedereen kan dat gratis claimen. Een cadeautje van Mr. Beast. Dat staat er ook gewoon bij. Dus dat is vrij insane. Maar daarnaast hebben we ook nog twee Cyber Week aanbiedingen. En ik had al verwacht dat er meer van dit soort aanbiedingen zouden komen. Nou, en die zijn er ook gekomen. En ik ga ze allebei kopen. Ik ga deze twee kopen. En dan die megadoos aanbieding hier zo. Dan hebben we in totaal 20 megadozen die we gaan openen. En hopelijk kan ik mijn knokkers toe dan upgraden naar maximaal level. Of in ieder geval even één knokker upgraden naar een volgend level. Zou nice zijn. Misschien Mac of Colonel Ruffs. Die kan ik met de coins, ja, die kan ik eventueel ook kopen en upgraden. We gaan het zien en ik ga sowieso een paar knokkers upgraden. Dat is één ding wat zeker is. Maar voordat we gaan beginnen en voordat we alle rewards gaan claimen, doe dat duimpje omhoog. 2000 of 3000 likes zou super tof zijn. En abonneer je natuurlijk en druk op dat belletje. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En mocht je zelf ook zo'n aanbieding kopen, gebruik de code BOUS en dan check BOUS uit mijn kleding op BOUS.nl. Dan kan je misschien een leuke trui kopen voor Sinterklaas of cash. Misschien een idee. Maar laten we maar beginnen. En eerst die coins gaan we claimen. Het cadeautje van Mr. Beast. Dankjewel, Mr. Beast. Nou ja, normaal gesproken voor 450 coins. Nou ja, dan ben je misschien 60 edelstenen kwijt of zo. Nou, iets minder misschien. Maar in ieder geval, dat kost toch ongeveer 3 euro, 4 euro. Dus we hebben een cadeautje gekregen van 3, 4 euro van Mr. Beast. Toch hebben we mooi meegenomen. Maar laten we nu maar beginnen. En ik ga gewoon die aanbiedingen kopen. Ja, ik weet het, goed gemaakt. Mac en Colonel Ruffs, die coins gaan we ook gewoon allemaal. Of die zeg maar aanbiedingen, dagelijkse deals gaan we ook kopen. En dan heb ik gewoon 2 nieuwe knokkers naar krachtlevel 10. Dus dat is wel even heel erg lekker. Oké, maar eerst even de aanbiedingen. 5 megadozen, 100 edelstenen en 3000 coins. Die coins zijn vooral chill. Eerst had ik nooit zoveel aan iets aan coins. Ja, alleen voor zilver en gouden skins. Maar nu ik weer allemaal upgrades kan doen en krachtpunten nodig heb, zijn die coins zo ontiegelijk chill. 7 gesteren item, dat betekent dat we gear krijgen. En die schrootpunten zijn ook heel erg nice. We krijgen 1 keer gezondheid, helemaal prima. Cold krijgt 10 keer, Spike 19 keer. Ash 23 keer. Ik moet nog heel vaak Ash krijgen. Leon heb ik ook nog helemaal niet veel van. En Poco, moi, ook niet ultra veel. Maar ja, dat gaat zo lang duren om zeg maar alle knokkers aan krachtlevel 10 te krijgen. Ondertussen krijg ik een berichtje. Dat is niet helemaal handig. Die doen we dan weer weg. En dan gaan we door. En wat gaan we nu krijgen? Piper 80 keer. Ik ben met Piper al wel redelijk ver. Dus dat is op zich wel lekker. En door al deze dozen die ik nu kan openen, ga ik natuurlijk nog hoger qua knokkers aantallen. En qua hoeveel krachtpunten ik voor elke knokker heb. Dus dat is wel even heel relaxed. En die schrootpunten zijn ook chill. Want dan kan ik natuurlijk mijn gears weer gaan upgraden. We krijgen nu 2 keer schild. En schild is wel een van de betere gears. Volgens mij is dat ook een van de gears die de meeste mensen gebruiken. Stu, die heb ik nu momenteel, ja, al level 10. Maar dat duurt nog even voordat ik die naar level 11 ga krijgen. Maar we zijn in ieder geval goed op weg. We zijn goed op weg. Nog 1 doos te gaan. Ik denk dat dit de laatste is. We krijgen nog een keer gezondheid. Dus dat is dikke prima. En dan was dit het laatste doosje. Nog 70 keer search. En ja, inderdaad, dit was het laatste doosje. Oké. Nou, alweer mooi wat dozen geopend. Maar weet je wat? Ik ga Mac. Oh, nee. Die gaan we zo meteen kopen. En dan gaan we trouwens ook een potje doen met krachtlevel 10 Mac. En met krachtlevel 10 Colonel Ruffs. Gaan we even kijken of we iedereen kapot kunnen maken. Maar eerst nog even deze aanbieding. Met natuurlijk de code BOUS. Ja. Het wordt dus gewaardeerd als jullie dat ook doen. En je betaalt er niks extra's voor. Het brengt superveel geluk. Nee, dat is geen zekerheidje dat het extra geluk brengt. Maar 7000 coins erbij, dus dat is echt lekker. En dan gaan we nu lekker dozen openen. Weer gezondheid. We hebben tot nu toe alleen maar gezondheid of schild gekregen als gear. Maar we hebben nu volgens mij 14 megadozen. Nou, daar gaan we sowieso nog wel veel uit krijgen. En we krijgen nu 91 keer Stu. Dat is wel even heel lekker. Want Stu, ja, daar moet ik er nu nog ongeveer 500 van hebben. Maar dan heb ik Stu gewoon level 11. Dus dat is heel relaxed. Nog meer. Weer gezondheid. Nog een keer erbij.
Dat is echt ziek. Helaas geen stoel aan het eind. Dat zou wel mooi zijn geweest. Mijn record met aantal gears in één doos is trouwens 4. Ik had een keertje 4 gears uit één doos gekregen. Dat is giga veel geluk wat je dan nodig hebt. Maar dat heb ik tot nu toe nog niet gekregen. We krijgen nu wel 2 keer gezondheid. Wat natuurlijk ook chill is meegenomen. Maar het zijn er geen 4. Het zijn er geen 4. Sprout 55 keer. Dat ik net 90 keer stoel kreeg was wel echt insane. Snelheid! Dat vind ik samen met misschien schild wel de chillste gear. Dus daar ben ik blij mee. En een keer iets anders dan gezondheid of schild die ik krijg qua gears. Ik kreeg echt de hele tijd dezelfde. Meneer P krijgen we nu weer mooi erbij. En weer tokenverdubbelaars. Ik heb volgens mij gigantisch veel tokenverdubbelaars. Dat is echt niet normaal. Nog 2 keer een weerstandkeer erbij. Dus dat is ook lekker. Ja, we krijgen er zo ontiegelijk veel. Ik heb geen idee. Ik heb de tel niet bijgehouden. Maar ik denk echt dat we aan het eind van de video echt 20 gears hebben gekregen. Want we krijgen nu nog een keer 3 keer weerstand. Dit komt al in de buurt van 4, hè. 3 is al giga veel geluk. Maar 4 heb je helemaal bizar veel geluk nodig. Ik ben benieuwd of ik ooit een keer 5 gears uit één doos weet te krijgen. Dat zou echt bizar zijn. Bus, Amber, Byron, Anita. En ik heb al zoveel dozen geopend. Maar nog steeds heb ik geen knokken die ik kan upgraden naar maximaal level. Zeg maar gewoon puur van de dozen. Dan heb ik gewoon extra krachtpunten ingezet of krachtpunten gekocht. Zeg maar die aanbiedingen heb ik dan ingezet op een bepaalde knokken. Maar kijk, Leon, daar heb ik geen krachtpunten op ingezet. En daar heb ik er nog maar 177 van. Dat is echt niet normaal. We kregen trouwens ook een snelheid gear. Die is ook natuurlijk nice. En ik heb geen idee hoe ver we nu zitten qua megadozen. Dit is echt sinds tijden weer een megadoos zonder gear. Maar dan krijgen we volgens mij wel meer krachtpunten voor de knokkers. In ieder geval zo'n idee heb ik. Ja, en we krijgen nu weer een gear. 1 keer snelheid. Nou ja, dikke prima. Is weer een chille gear om erbij te hebben. Rico, Tik, Nita. En we gaan gewoon lekker door. We gaan gewoon lekker door. En we krijgen weer een gear. 3 keer snelheid. Let's go. Dat moet je hebben. 100% dat we meer dan 20 gears hebben. Dat kan niet anders. Al die gears bij elkaar opgeteld. Ja, dat moet wel. 59 keer G nog, dus dat is ook prima. Hebben we weer 7? Ja hoor, weer 7. Weer schootpunten erbij. En we krijgen nu 1 keer gezondheid. Ik heb zoveel gears. Nog een keer G erbij. En Amber krijgen we ook nog. We hebben helaas niet meer echt stoel gekregen. We hebben 1 keer 90 keer stoel gekregen. Maar daarna niet meer echt. Dus dat is wel een beetje jammer. Gezondheid nog een keer erbij. Brock, Bibi, Max, die heb ik trouwens ook al kracht level 10. Dus dat is wel erg lekker. En Edgar krijgen we nu ook nog. Edgar is misschien ook wel een goede knokker om een keer te gaan upgraden. Naar kracht level 10 of kracht level 11. Want dat is wel een knokker waarmee je eventueel kracht level 30 kan halen. We krijgen weer schild erbij. Piper, Lou, Amber, Tara. Tara is ook nice. Kom op, nog een keer. En ja hoor, weer nu 2 keer schild. Ik ga zo meteen even kijken hoeveel gears ik heb. Oh, nice. We krijgen eindelijk weer een keertje stoel. Dat is mooi. Dan hebben we nu precies nog 500 keer stoel nodig. Dus als ik een keer binnenkort zo'n aanbieding heb met 500 krachtpunten, ga ik die sowieso inzetten op stoel. Ik zal deze megadoos ook nog even kopen, want ik zou 20 dozen openen. Nou, en dat hebben we nu dan gedaan. En krijgen we nog even 2 keer een schade gear erbij. Dus toch maar even chill meegenomen. Je krijgt zoveel gears, jongen, uit dozen. Dat is echt bizar. Hoeveel heb ik er nu in totaal? Oh, dat moet ik trouwens niet hier kijken. Bijvoorbeeld de knokker die ik maximaal level heb. Oh nee, dan moet ik eentje die ik nog niet de upgrades heb gedaan. Ik heb bijvoorbeeld van schade heb ik er 11. Van weerstand heb ik er 20. Schild heb ik er 13. Gezondheid heb ik er 20. En snelheid heb ik er 11. Ik heb zo belachelijk veel gears. Ik ga al richting de 100 gewoon volgens mij. Ik ga eens uitrekenen alles bij elkaar. 75 gears heb ik momenteel. Ja, je kan het narekenen. Ik heb het even snel uit mijn hoofd gedaan. Maar 75 gears heb ik momenteel al in Brawl Stars. En dat zijn de gears die ik heb ingezet op bijvoorbeeld Max of voor op bijvoorbeeld Bo. Want hier heb ik natuurlijk ook heel veel gears vooral ingezet. Die zijn er dan al af. Dus moet je nagaan. Want ik zit al rond de 100 gears die ik in totaal heb gekregen. Insane. Maar een beetje jammer dat ik geen echte upgrades heb kunnen doen. Maar we hebben natuurlijk hier nog Mac. En we hebben hier natuurlijk Colonel Ruffs die we nog kunnen gaan upgraden. Dus dan heb ik die een level omhoog. En dan gaan we dat natuurlijk zeer zeker eventjes doen. Ja, gaan we Mac even upgraden. Trouwens, misschien zien jullie het al. Stoel heb ik kunnen upgraden naar krachtlevel. Oh nee, die heb ik kunnen pushen naar 900 plus trofeeën. Binnenkort ga ik daar door mee pushen. Maar ik was druk mee bezig. Misschien hebben jullie de video gezien. Misschien ook niet. Maar in ieder geval, het is dus gelukt. Maar laten we Mac even gaan upgraden.
En ik denk dat de gezondheid, dat je levenspunten herstelt wanneer je stilstaat, dat wel chill is. Want op het moment dat jij de super bent van Mac, ik denk dat dat dan wel enorm chill is dat je levenspunten erbij krijgt. Ik doe eventjes naar level 2. Naar level 3 ga ik nog niet doen, dat kan binnenkort nog altijd. We gaan eventjes een potje spelen in Showdown Plus met Mac. En dan gaan we even kijken op het moment dat je super bent en je stilstaat, of je dan ook die levens erbij krijgt. Als dat zo is, is dit een ziek goede gear voor Mac. Maar dat gaan we zo meteen natuurlijk zien. Ik zal even dit kistje openen. Als het goed is, kunnen we die kistjes nu iets sneller openen. Omdat ik iets meer damage doe. Het scheelt weer iets, hè. Het scheelt weer iets. En ik moet zo meteen even ervoor zorgen dat ik mijn super ga krijgen. Dat is ook wel belangrijk. Want zonder super kan je als Mac helemaal niks. Oh, daar is een bus. En daar is ook een bus. Bus is heel irritant. Nou, kan ik op zich wel wat als Mac er tegen. Maar dan moet ik eigenlijk eerst mijn super hebben. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ik wil even een paar hits doen. En hier nog, ja, dankjewel. En moet even uitkijken. Hier, ik wil mijn super. Oh, zit hier trouwens die bus nog. En wat gaat die doen? Hier is search. Ja, nice. Oké, top, top, top. Dan kunnen we het nu gaan testen. Dus als ik stilsta, krijg ik dan levens erbij? Nee, ik krijg gewoon geen levens erbij. Of krijg ik wel levens erbij? Nee, dat is dus gewoon alleen als je gewoon bent. Shit. Ik had die gear helemaal speciaal voor hier upgegrade. Omdat ik dan dacht, nou, dan kan ik op zich wel wat. Maar dat valt even vies tegen. Ik heb natuurlijk wel mijn gadget dan nog. Oh, dat was ik al. Oké, ik moet even uitkijken. Ah, wegwezen. Oké, ja, dat kon ik niet overleven. Ah, dit is echt stom, man. Dit is echt stom. We hebben wel plus trofeeën, maar niet zo heel veel. Jongen, jongen, jongen. Wat staat hierbij dan? Hij stelt 100 level wanneer je stilstaat. Ja, in principe, hoe het hier staat, zou dat dus ook moeten werken op het moment dat je super bent. Maar blijkbaar is dat niet het geval. Ik vind het erg jammer. Ja, ik vind het erg jammer. Maar laten we nu maar even Colonel Ruffs gaan upgraden. Want die hebben we natuurlijk ook nog hier staan. En dan gaan we dat zeer zeker ook doen. En dan gaan we even een potje spelen met Colonel Ruffs. Woef! Ja. Welke gear zal ik voor Colonel Ruffs gaan upgraden? Extra schade, weerstand. Dat is we doen wel een extra schild. Dat we even één, zetten we eentje in. En dan hebben we een extra schild van 300. Ja, dus dan doen we dat. Dan doen we het op deze manier. Ga ik eventjes spelen met Colonel Ruffs in Showdown Plus. En Colonel Ruffs heb ik trouwens al een keertje rank level 30 gehad. Dat is wel nice. Maar nog een laatste potje. En hiermee sluiten we af. En eens kijken of we nog eventjes kunnen winnen. Maar volgens mij heb ik ondertussen al 5 knokkers hoger dan level 10. Dus dat is wel vrij nice. Hoeveel damage doen we nu? 1450 al. Dus dat is wel vrij nice. En hierna kunnen we een doosje in 4 shots openen. Dus dat is ook wel lekker. Maar we gaan even iedereen kapot maken. Iedereen slopen. Dat is in ieder geval de bedoeling. En hier, wat doe jij dan nou, primo? Wat doe jij dan, jongen? Boom. Dit is eigenlijk helemaal niet tactisch. Oh, ik moet trouwens hier nu even uitkijken. Ja, kan ik die nu hebben? Ja, ik heb hem gewoon. Nice. Oké, ik zal hier even mijn super neerzetten. En ik heb hem wel, maar niet heel erg of zo. Misschien dat we die shirts kunnen hebben. Ik doe gewoon een beetje irritant. Ik ga gewoon volop in de aanval. Oké, nu moet ik trouwens hier uitkijken. Ik doe nu gewoon 2000 damage. Dat is wel echt heel erg nice. Ik zal hier even mijn super neerzetten. En nu is die stoel weg. Dat dacht ik al, hè? Dat dacht ik al. Maar ik doe gewoon gigantisch veel damage nu momenteel. Hier even, boom, boom, boom. Ik speel veel te aanvallen. Dat is helemaal niet tactisch eigenlijk. Sowieso dat ik zo meteen gekild ga worden door een van die El Primo's. Maar hey, ik leef nog. We zitten in de top 5. Dus plus trofeeën krijgen we zo meteen. Colonel Ruffs, OP. Zit hier iemand? Nee, hier zit niemand. Volgens mij zit hij boven een stoel in die bosjes. Of is hij naar boven gegaan? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat hij naar boven is gegaan. Ja, hier is een search. Ik zal hier even mijn super neerzetten. En heeft dat nu nut? Er zit nog een El Primo daar zo. En die stoel, die heeft daar ook nog zijn super in gezet. Ja, maar die teamen volgens mij met z'n drieën daar zo. Dus dat is wel een beetje oppas geblazen. Oh. Oké, hier even oppassen. Ik kan eventueel zo meteen mijn gadget inzetten. Want die heb ik nog niet echt ingezet. Hey, boom, 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 boom. Ik ga nu sowieso gekild worden. Dat kan niet anders, toch?
Dat kan toch niet anders? Ik ga even hierheen. Shit. Ik deed nog best wel wat damage, maar ik speelde veel te aanvallend. Ik had geen teamgenoten, dus dan wordt het wel heel moeilijk. Nee, op zich, het ging wel vrij goed. Krachtlevel 10 is wel echt heel nice. Ik heb er nu in totaal 5 knokkers inderdaad, hoger dan krachtlevel 10. Dus we hebben een mooi begin en Piper is de eerste knokker waarmee we gewoon, zeg maar, zonder krachtpunten te hebben ingezet kunnen upgraden misschien binnenkort. Maar ja, daar heb ik er nog maar 400 van en van de knokker het minst heb ik echt nog maar 68 van. Dus ik ben nog gigalang bezig om alle knokkers te gaan upgraden. Maar hey, we hebben in ieder geval een mooi begin. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100 miljoen % zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt. Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, is als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij gewoon plezier mee. En check Bouwens uit mijn kleding op bouwens.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bouwens Army.